Goedendag allemaal. Welkom bij Gert-Jans Keuze. Vandaag vol trots knollen met een Peruaanse historie, maar uit de Hollandse polder. Wat u hier op tafel ziet, is allemaal in de Hollandse polder geteeld. Oca-knollen, oftewel oxalis-knollen en Mashua-knollen. En na veel testen is het gelukt om ze elk jaar te telen in Nederland. En niet zomaar één kleur, maar alle kleuren en alle soorten knollen met hun historie in Peru. Leuk om te weten, de knollen onder de grond en de blaadjes boven de grond. Dus de hele plant eetbaar. De smaak past helemaal bij de filosofie van Runzies. Maar het oog wil ook wat. Mooie witte. De rode. De oranje. De roze. En de pittige Mashua. Een andere vorm. Een andere knol, een andere kleur en een andere smaak. Super belangrijk, mooi mosterdpittig. Dit was de laatste Gert-Jans Keuze van 2023. Gaan we met elkaar mooi afsluiten en we gaan super mooi beginnen aan 2024. Fijne dagen namens alle Runziesers.